Hi. Hallo. Ik dacht, ik hoor al wat. Hi. Hi. Ga lekker zitten. Oh, nou. Het klonk heel mooi. Want ik vind het te spannend. Ja, dus ik heb even drie zoenen of zo. Ja, zeker. Hi. Ik ben Ko. Hoe heet jij? Ko. Ko, ik ben Susanne. Susanne, dat is makkelijk te onthouden. Ja, bij jou ook. Ik wist niet wat ik kon verwachten, maar... Nee, ik ook niet. Serieus, goede... Heel leuk. Een match. Ja. Leuk. Ja, dat gevoel heb ik ook wel. Dat is ja. Gezellig, joh. Leuk. Ik doe aan meditatief dansen. Durf je het aan, zeg maar? Of dat ik jou een stukje meeneem? Ja. En als je je er niet lekker bij voelt, dan ga maar gewoon lekker zitten. Er staan allemaal stoelen. Ja. Mooi, hè? Ja. Sorry, ik liep me nog helemaal... ik ben gelijk al wat... Mijn handen zijn warm al. Mooi. Wow. Ik wil rust en ik wil iemand die ook op mijn eigen bewustzijnsniveau eigenlijk... functioneert. Ik behandel een vrouw echt wel als een prinses. Een vrouw van mijn eigen leeftijd vind ik heel erg sexy. Hoe oud ben je? 46. Ja, ik ook. Zijn ook 46? Ja. Er zijn hier heel veel raakvlakken. Kijk, ik rook, maar dat is niet iets wat ik altijd doe. En als ik nou zeg van, nou, dat is echt een no-go? Nou ja, dan zou ik zeggen van, oké, maar dan kap ik er gelijk mee. Ja. Je kunt het, jongen. Na dit gaat je nieuwe leven beginnen. Zo, daar ga je. Nee. Ja, goed zo. Oh. Ja, jongen. Dit was het. Je laatste sigaret. Kom maar hier. Oh. Het is echt de afgelopen 2-3 weken dat ik weer een pakje per dag rook. Ja. Maar vaak als ik het heel druk heb, ook soms met... positieve drukte. Dan, dus eigenlijk zeg je, als je de druk hebt, dan begin je gewoon weer. Ja. Dat is wel jammer. Kus. Nee. Je slaapt ook op de bank vanavond. Oh nee. Dat is bij deze een uitgemaakte zaak. Nee. Oh nee. Oké. Okay. Prima. Fair enough. Ja. Dat zat er wel in, dacht ik al. Ja. Ik heb me in heel veel opzichten echt een sukkel gevoeld. Mm-hmm. Want ik weet nog wel, op een gegeven moment... Ja, de scheiding. Ben ik op Tinder gegaan. Ja, dan heb ik echt al half Tinder opgeschoond. Ja, nee, maar... Oké, maar... Het is ergens een instinct. Stop. Wat nou, waarom ga je een relatie aan als je toch wil lopen kloten? Ja, dat weet ik niet. Wat doe je dan diegene aan die het wel serieus bedoelt? Dat is toch gemeen? Dat is gewoon echt smerig. Want ja, je speelt zeker. Met iemands hart. Ja. Er is wel een klik tussen ons. Jawel. En als ik gewoon naar jou kijk als type, zeg maar, dan ben je wel een type waar ik op zou kunnen vallen. Oké, cool. Ja. Met je mooie borsten en... dat weet je helemaal niet. Ik zou sowieso echt in een hotelletje willen zitten, hoor. Ja? Ja. Met mij? Ja. Maar durf jij met mij in een hotelletje? Dat is de vraag. Nou, ik weet het nog niet. Waardoor is het gestopt eigenlijk tussen jou en de moeder van je kinderen? Uit elkaar gegroeid. Wow. Ik ben nooit zo gelukkig geweest als na de geboorte van mijn oudste dochter, weet je dat? Mm. Het doet ook pijn, weet je wel, dat ik ze heb laten gaan. Weet je, ik kwam iedere ochtend beneden en ik zag mijn dochter zitten, maar ze waren niet. Dat is wel echt een ding. Mm. Een hele goede vriendin van de middelbare school, Woosje, die vroeg aan mij van... is ze Nederlands? Ik zeg ja, als Edammer kaas. Is dat dan ook een ex van jou? Woosje? Huh? Nee. Woosje is een vriendin van de middelbare school. Maar nee, ik heb haar zelfs nog nooit gezoend. Non-verbaal kun je heel vaak iets aflezen aan mensen. Dat en wat zijn mijn dingen dan? Wat is mijn... Nou, ik zag je net zo doen, terwijl je met haar aan het appen was. Dat doe ik zo vaak. Ik ga ervan uit dat je intentie en dat het oké is en dat je verantwoording neemt. Waar we het eigenlijk eerder over hebben gehad. Ja. Ik merk gewoon nu dat ik ook echt wel getriggerd word in van alles en nog wat.
En dan gebeurt er weer iets en dan denk ik, wacht even, maar dit vind ik niet leuk. Blijf bij jezelf en verlies je hart nog niet helemaal aan hem. Nou, waar heb je niks te verliezen? Ja. Ik voel gewoon bij jou heel veel wantrouwen. Ik ben hier om uit te zoeken of ik er vertrouwen in zou kunnen krijgen, zeg maar. Zo moet je iemand gewoon vertrouwen geven. Nou, ik vond het vanmiddag even lastig. Toen ik zo zat, toen had je zoiets van, ah ja. Ik werd gewoon even getriggerd. Omdat via de app kun je ook vreemd gaan, zeg maar. Ook het niet. Valt dan op en dan ga ik mezelf die vraag stellen. Van, handelt iemand naar wat hij zegt? Ja. Heel eerlijk gezegd, denk ik van, als dit zo begint, dan is het einde zoek. Dat meen ik. Of het nou van die ex van 5,5 maand geleden is, of je chronische wantrouwen voor vreemd gaan, het is ten dode opgeschreven. Weet je, geef mij vertrouwen. Ik weet 99% zeker dat als wij ooit vrijen, dat het gewoon fijn zal zijn, weet je wel. Maar het is geen 100%. Ik weet niks zeker. Daar gaat het niet om. Dat rusten. Doei. Ik weet dat ik morgen weg ga. Nou, weet je, ik denk dat ik naar huis ga. Om even met de deur in huis te vallen. Het was gisteren heel heftig. Ja. Voor mij en ik denk ook voor jou. En ik heb hier een hele mooie kant van mezelf laten zien. Ja. En die heb je niet opgepakt, aangepakt. En, ik denk dat je beter kan stoppen met praten voordat je het alleen maar erger maakt. Weet je, ik ben helemaal... Ga maar even rustig nadenken onderhand. En kom eens een keer met een goed antwoord. Nou, ik ben uitgepraat. Doei. Ik denk dat we elkaar gewoon nu een beetje moeten terugvinden. Als ik naar mijn gevoel ga, dan denk ik, er is ergens iets wat ik wel wil uitzoeken. Ik voel wel iets. Ik ben een man, weet je? Weet je wat voor dingen... Weet je wat mij motiveert? Kijk, dit, hè. En... Maar dit, weet je al, dit. Hier begint het. Hier, zo'n man ben ik, snap je? En doe ik fucking alles voor je. Ik ga hier niet met jou lopen seksen. Nee. No way. Als het zo makkelijk is om zo lang te wachten, dan denk ik van, nou, dat zal ik wel niet zo heel aantrekkelijk zijn voor je. Is dat zo? Ja, dat is echt zo. Ja, maar ik vind je echt wel aantrekkelijk, anders zal ik je niet. Ik jou ook wel. Ik denk wel dat ik jou aan zou kijken als ik seks met jou heb. Weet je wat? Als ik seks met jou zou ik jou aankijken. Maar heel vaak doe ik dat niet bij vrouwen, want dat lijkt me af. Hé! Hey. Maar ben jij... Oh, sorry. Ik zeg, ben jij seks voor mijn nek? Gaan we niet doen. Weet je wat voor types ik altijd heb gehad? Types zoals jij. Types zoals ik, oké. Die alleen maar over seks gingen. Alleen maar. Oké, sorry. Daar gaan we niet meer over praten, ja? Ja, ik heb besloten dat ik toch maar naar huis ga. Dat is goed. Kijk, het is... Ben ik het ook mee eens. Dus ik denk dat we hem bij deze ook gewoon eigenlijk allebei tegelijk hebben gemaakt. Maar ik laat het hierbij, want ik heb hier echt heel veel ingezet. En het is wel genoeg. Heel veel succes. Dank je wel. Tot kijk. Tot kijk. Wie weet. Succes. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.